Aan de leerhouding van het kind kan je zien of het gemotiveerd naar school komt of niet. Dat zegt Esselien Narayn, die vandaag afgestudeerd is van de masteropleiding Education aan het IGSR. Ze verdedigde met succes haar thesis, effectieve didactiek bevordert het leren. Het onderzoek ging over de impact van het toepassen van de effectiviteit didactiek bij het vak geschiedenis, waarmee de leerkrachten van MULO 2 op de HG Silvesterschool de leeractiviteiten aansturen. Je hebt kinderen, aan de leerhouding van die kinderen kan je ook zien of ze gemotiveerd naar school komen, of de ouders de schoolzaken controleren of niet, en de manier hoe ze zich inzetten in de klas. Sommige kinderen komen heel voorbereid in de klas. Dat zie je aan die proactieve houding van die kinderen. Ze komen heel voorbereid naar de klas. En als de leerkracht vraagt, heb je die opdracht gemaakt? Ja, juf. En dan hebben ze ook informatie op het net gezocht. Maar andere kinderen zitten gewoon te kijken, nee, juf, ze bedenken heel snel iets. We hebben geen internetverbinding thuis. Of ik was het vergeten. En als je de ouders belt om te vragen, dan hoor je dat ze bijvoorbeeld laat van het werk thuis zijn gekomen of ze weten er niets van. Terwijl die mogelijkheid er ook bestaat om steeds te koppelen met de school om te vragen of ze werkjes meekrijgen of niet. En tegenwoordig is het heel mooi gemaakt voor de ouders. Ze hebben appgroepjes gecreëerd. De werkjes worden gewoon geappt naar de ouders. Maar nu rijst de vraag, worden de werkjes wel gecontroleerd? Worden die berichten gevolgd, gelezen? In het ontwikkelingsgericht onderwijs staat het kind centraal. Dit betekent dat geen enkel kind geconfronteerd mag worden met een leerachterstand. Echter is dat in de realiteit niet het geval. Narayn is daarom van mening dat het leerproces van elk kind beter gemonitord dient te worden. Het is wel mooi om te zeggen dat mag niet gebeuren, maar de tijd, de leerkrachten, je zet één leerkracht op 35 leerlingen. Je constateert heel veel bij elk kind, maar hoe ga je dat aanpakken? Kijk naar de tijd, kijk naar het schoolrooster. Na een lesuurtje moet je eruit, want iemand anders komt lesgeven. Narayn merkt op dat de leerkracht te allen tijden een begeleider moet zijn. Door op een creatieve manier te werk te gaan, wordt elk kind meegenomen in het educatieproces.